Lucas, ik heb je al even op een paar dingen gecoacht om terug te halen wat we afgelopen weekend hebben gedaan. Voor mocht je het verdrongen hebben. Ik heb net tegen je gezegd, kort voor, kort achter, dat je niet de lange inefficiënte stukken hebt rond je in- en je uitpik. Dat lekker fris en direct is en makkelijk. En wel lekker de tijd nemen voor het hangen. Nou, dat gaat best wel goed, hè? Je ziet in je voorbereiding dat je je armen nog iets overstrekt. Dus jij mag echt voor je gevoel je ellebogen nog een klein beetje gebogen houden tijdens de recover. Ook je ellebogen wat meer naar buiten duwen in het spreiden van je armen voor die catch. En dan het eerste stukje van de haal trap je ze gewoon lang, dat je in de hang komt. Je ziet dat je achterin nog een beetje op je polsen draait. Van de zijkant zien. Dus probeer goed stopje min 1 uit te voeren. En daarna wel iets van verticaal eruit te doen. En daarvoor moet je het ook kort houden achterin. Want je ziet nu dat je echt tot onder je oksels komt. Terwijl als je gewoon voor je buik uittikt, dan kun je wel hoog het verschil maken. Volgens mij heb ik je vorige weekend ook verticaal blad laten doen. Dat had ik hiermee te maken. Verder heb ik nog een vraag aan je. Als je nou zelf hier zo ziet klaarzitten, lig je dan helemaal voorover? Zit je dan voor je zitknobbels? Of zit je op je zitknobbels? Zodat je ook makkelijker achterover kan vallen. Dat laatste is namelijk de bedoeling. Je gaat zo klaar zitten dat je aan het einde van je beentrap vanzelf van je zitknobbels afrolt. En jij moet er nu een beetje moeite voor doen. Ja, ik heb er nou even niks gezegd. En je ziet dat je haren langer zijn geworden sinds het begin van het filmpje. Nogmaals, kort voor, kort achter. Rustig door 3. Lekker blijven hangen.